En op dit moment begint de winter aan te breken en zijn de nachten heel koud en kil. We zijn ook dankbaar aan het gemeentebestuur of stadbestuur van Genk, met name de burgemeester en de schepen. Kun je ons wat vertellen over van het begin? Je bent erbij, van het begin tot het einde. Wij zijn daar dankbaar voor, aan de mensen in Marokko heel zeker. Wel, dank u wel. Wij zijn natuurlijk een heel erg solidaire stad. En ik ben heel blij dat de Marokkaanse verenigingen bij ons in Genk eigenlijk onmiddellijk de handen in elkaar hebben geslaan om te zeggen van hoe kunnen we helpen. En vandaag is dit een mooi orgelpunt, want de afgelopen weken, maanden, hebben ze heel veel georganiseerd om ook geld in het laadje te brengen. En uiteindelijk, alles wat vandaag hier verdiend wordt, gaat naar Marokko om daar bij de aardbeving te helpen met toch verschrikkelijk veel doden, met veel gewonden. En ze zetten die in 3 regio's. Ook voor de ouderen, voor de weeskinderen, voor de mensen met een handicap, maar ook voor de alleenstaande vrouwen en voor de gezondheidszorg. En ik denk dat we op die manier de steun echt geven waar het nodig is. En daar ben ik als burgemeester heel fier op, dat die solidariteit binnen de Marokkaanse gemeenschap, maar eigenlijk binnen heel Genk, heel duidelijk voelbaar is. En dat doet mij deugd, want dat geeft een heel warm gevoel als burgemeester van een solidaire stad. Ja. Absoluut, ik ben schitterend fier op iedereen die hier achter de schermen hard heeft gewerkt. En ik weet dat dat wekenlang werk is geweest, maandenlang. Ik vind het ongelooflijk sterk hoe het engagement van onze Marokkaanse gemeenschap is om terug te geven aan ons vaderland, om zich in te zetten voor de kwetsbaren in Marokko. Er is een heel grote aardbeving die heeft plaatsgevonden. En het is mooi dat we de warmte tot in België voelen om te helpen waar we kunnen in de dorpen in Marokko. Jullie zijn bedankt voor de reportage en voor al het harde werk. Echt waar, mensen gelijk jullie zijn onbetaalbaar.